Hallo beste kijkers, van harte welkom bij een nieuwe serie vlogs. Mijn naam is Jos, ik ben dierverzorger en vakgroep Azië. En deze serie vlogs zal gaan over onze tapirs. Heel bijzonder, want onze tapiervrouw Pooh die is op dit moment drachtig. En we zijn heel erg benieuwd hoe dat gaat. Dus graag nodig ik jullie uit om met ons mee te gaan zo meteen, als de dierarts ook gearriveerd is. Om een kijkje te gaan nemen met de echo hoe het met onze kleine tapier is. Nou, dit is onze Fazan. Het mannetje, de vader in het spee. Hey Fazan, hoe is het jongen? Nou, een tapir is eigenlijk maar een merkwaardig dier, als je het ook ziet. Hè? Het is geen slurf van een olifant. Veel kleiner, maar toch een beetje eigenaardig. Ja, die tapir die kan dat natuurlijk goed gebruiken, want ze eten allerlei gewassen, takjes, twijgen. En die neus, ja, die is natuurlijk uitermate geschikt voor om dat uit de bosjes te kunnen trekken. Dag Fazan. Nou, even kijken of Linda er al aankomt. Ah, daar is ze al. Hi, goedemorgen. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb er erg zin in. Alles bij je? De kleine alweer gegroeid is. Ja, alles fantastisch. Nou, om de echo goed te kunnen uitvoeren, moeten we natuurlijk zorgen dat de tapirkoe lekker relaxed is. Dus we borstelen er wat, we kietelen er hier en daar wat, een kleine massage geven we. En zoals je ziet geniet ze daar enorm van. Ze is zwaar aan het ademen, helemaal aan het relaxen. En zodoende kunnen we zo meteen heel mooi op haar buik echoen. Om te kijken hoe het ervoor staat met onze kleine. Maar dat zal niet meevallen. Nou, Pooh is nog erg relaxed. Dat is fijn. Ja, hier kun je weer heel mooi het vruchtje zien met dit kleine hartje wat klopt. Ja. Alle ribbetjes. Geweldig. Dit is een hele man. De maag van de kleine. Fantastisch dat je dat zo ziet en je ziet het hartstikke keer. Ja. Dat is echt waanzinnig. Hij is echt zo goed gegroeid. Gelukkig. Alles ziet er heel goed uit. Waarom doe je dat spul dan ook, Linda? Het is een beetje glijmiddel, dan hebben we wat beter contact. Want de echo gaat niet door de lucht heen en tussen de haren zit allemaal lucht. Dus de gel gaat tussen de haren zitten en op die manier krijg ik gewoon goed contact met de huid. Oké. En dan kunnen we alles goed in beeld brengen. De echo staat er weer op. Goed om te weten dat het allemaal goed gaat met het jong. Poetje in je buik. Nog een kleine massage ter beloning. Voor het netjes liggen. En dan gaan we weer lekker naar buiten toe. Het is prachtig weer, meisje. Oké, nou het zag er goed uit toch, Linda? Ja, het zag er hartstikke goed uit. Het kleine is goed gegroeid, het hartje klopt goed. Nou, helemaal in orde, alles is gezond. Ja. Dus op naar de volgende echo, zullen we zeggen. Volgende stap. Ik ben benieuwd. Hey, bedankt hè. Graag gedaan. Doei.